Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, ik heb zo verschrikkelijk veel gedaan off camera. En ja, dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. En ik heb mods geïnstalleerd, dat ga ik jullie allemaal laten zien. En wel, ik ga een beetje erover praten over hoe we nu echt verder gaan met deze serie en wat er allemaal op het te doen lijstje staat. Goed, als eerste, halleluja, jee, de nieuwe update is uit, olifantjes, jee. Nee, ja, dit is niet een nieuwe update. Dit is een mod genaamd More Creatures. En ja, omdat ik dus in de desert ben, spawnen hier niet de normale dieren die in een bos zullen spawnen. Hier spawnen over het algemeen slangen, struisvogels en olifanten en zo. Dus ja, we gaan vandaag ook even een olifant killen om gewoon even te kijken hoe dat gaat verlopen. Ik zou ze ook kunnen temmen, alleen ik weet niet precies hoe. Dus dat ga ik opzoeken voor de volgende episode. En dan ga ik een olifant hebben, zeg maar. Eens even kijken. Goed, maar ja, ik heb hier ook een vakantiehuisje. Rona's vakantiehuis. Laten we maar naar binnen gaan. Jee, nog meer rotzooi. Oh my god. Ja, ik heb het helemaal ingericht. En ja, jongens, dit is allemaal deel van de Bibliocraft mod. Ja, de Bibliocraft mod is een soort van mod die je extra meubels en zo geeft. Je ziet wel, hier hebben we planken. We hebben hier een armor stand. We hebben hier een van de raar kastje. We hebben een tafeltje. En ja, ik ga jullie alles nog maar eens even laten zien. Ik heb, by the way, ook nog een mod geïnstalleerd. De Crafting Guide mod. Alleen die heb ik hier nu niet. Waar is die eigenlijk? Die hoor ik te hebben. Nou, moeten we een nieuwe craften dan of zo? Dan moet dat maar, denk ik, even kijken. Nou, gaan we even kijken of we een nieuwe moeten craften. En, wel, ja. Oké, daar heb ik de resource niet van, want dat zijn boeken. Ik moet boeken hebben en ik heb geen letter. Damn it. Wel, wacht. Ja, boek. Ja, ik heb boeken nog. Oké, hoeveel boeken heb ik nog? 5. Oeh, net genoeg. Sugarcane. Ik heb geen sugarcane. Geweldig. Even kijken, dan hebben we dit nodig. Dan hebben we wat woodski doodles. Oké, nou, dan gaan we eerst nog eens even wat sugarcane verzamelen. Eens even kijken. Ik heb hier even een klein sugarcane farmpje gemaakt. Oppassen voor de slangen. Ja, ik heb het spawn ratio van de dieren wat omhoog gezet. Eigenlijk met zo'n 70% of zo. De reden daarvoor is wel, ik vind het gewoon een stuk leuker als we meer dieren en zo allemaal hebben. Ja, hallo meneer slang. Ik vind u heel oud. Kijk, dat doen ze dus. Ze poisoneren. Dus ik moet vanaf nu ook altijd een hoe je hem kan het ding bij me dragen? Een bucket met melk. Dus ja, dat wordt allemaal heel leuk en geweldig. Goed, let's go in. Ik heb hier een deurtje gemaakt, by the way. Ik zal jullie straks nog wel even de naam van dit village bekend gaan maken. En ik zal jullie ook maar even alles gaan uitleggen over dit village en zo. Wat er een soort van geschiedenis is en zo. Even kijken, goed. Oh ja, we wilden even de crafting ding gaan maken. Als het überhaupt kan. Even kijken, moeten we eerst even een crafting bench. Even kijken, het was zoiets als dit. Nee, oké, dan was het anders. Dan was het, ja, zo was het dan. Boom, 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 boom. Jee, ik had hem dus wel geïnstalleerd. Goed, nou, de crafting guide mod, die laat je alle recipes zien van alle standaard Minecraft dingen. En van alle niet standaard Minecraft dingen. Zoals bijvoorbeeld van die mod die ik dus heb geïnstalleerd. Kijk hier. Kijk, doe gewoon even set item. Kijk, dan gaan we naar beneden scrollen. Oei, nou, dan hebben we hier alles van More Creatures. Alles van de Bibliocraft mod. Dus even kijken. Nou, eens even kijken. Ik wil graag een rattenburger of een gekookte kalkoen. Dat is gewoon een kalkoen in de oven. GG. En ja, wat laat je dus alles zien hoe je alles moet craften en alles. En wel, dat is dus enorm cool, want wel, nou, je ziet hier wel, ik heb dus bijvoorbeeld zo'n plank, een oak shelf, nou, dat is gewoon dit. Dus ja, het leek mij een beetje een verspilling om dit allemaal op camera te doen, want ik wil vandaag echt groot klaar krijgen. Ik wil het village afmaken vandaag. Dus ja, en om dit nou allemaal op camera te gaan doen met al dit gedoe, lijkt me ook wel een beetje overdreven natuurlijk. Maar goed, je kunt dus ook bookshelves maken, dat doe je door middel van dit. Je kunt tafels maken, zo, het is allemaal super simpel. Ik zet wel even een link naar alle mods die ik op dit moment heb, wel even in de beschrijving. Zodat je weet wat voor mods ik allemaal heb en alles. Dus ja, maar goed, ik heb hier dus alles lekker ingericht. En het is heel grappig, want op zo'n plank kun je meerdere dingen kwijt. Bijvoorbeeld, kijk, ik heb hier een stack met wiet. Ploep. Hey, stack met wiet. Dus ja, ik zal dit ook gaan toepassen in mijn waard. Een hal. 60 potatoes. Oké, nou, dat was het denk ik gewoon. Nou, laat ik maar zitten. Maar ik ga dit dus ook toepassen in mijn, whatchamacallit. Mijn fancy smancy opslag. Ding thuis, even kijken, die moet ik vanaf nu altijd bij mee hebben. Dan hebben we een ho. Even kijken, dan heb ik wat eten, dan heb ik wat gekookt. Even kijken, we gaan ook alle villages eruit halen vandaag. Dus we gaan ook met de trappetjes te werk. Even kijken, ik heb nog wat extra wood hier en hier. Dus ja, even kijken, ik moet ook iets met, ja, ik wil eigenlijk wel, oh nee, dat kan ik wel met fence gates doen, denk ik. Ja, oké,
nog wat van dit hebben, denk ik. Oké, ik neem maar even wat durf mee, want je weet maar nooit wie je dat nodig hebt. Oh ja, by the way, is een armenstand, jongens. Super grappig, want kijk, dan kun je je armen er allemaal zo afhalen. En bloem, ik heb alles aan, dus ja, GG. Goed, oh mijn god, het wordt allemaal donker. Even kijken, slaap zo. Ik denk dat we eerst even een olifant gaan doodmaken. Gewoon lekker grappig. Even kijken, ik ga dat wel even doen met een iron sword, oké. Okay. Even kijken, olifantje. Er zijn niet genoeg olifanten. Oh, hallo. Even kijken, ik ga je eens even doodmaken. Kom hier, dom eenmoeding. Oeh, kom hier. Oh, oké. Okay. Nou, dit ding dat geeft dus helemaal niks. Oké, okay, even kijken. Wie kunnen we doodmaken? Even kijken. Jij volstaat hier wel. Haja, charge. Ja, du. Waarom val je me niet aan? Val mij aan dan. Oh. Beer. Oh my god, huid. Ik heb huid. Jee, ik wil meer huid. Geef mij huid. Oh, dat is zo zielig. Ik ga een ivoor handelen. Oh my god, ik moet nog damage op. Oh. Jee. Oh ja. Burn in hell. Olifantenkontenvlees. Jee. Chop. Beest helpen we gaan ook nog. Even kijken, voor jou, dit is wel een zeldzaam beest volgens mij. Nou, ik ga hem toch slachten. Beest had er nog aan ook nog, the word. Oké. Okay. Kan ik jou temmen? Ik wil jou temmen, want daar heb ik baby's voor nodig. Damn it. Even kijken, dan ga ik je doodmaken. Misschien komen de baby's uit. Baby's, geef mij baby's. Oh, dan word ik ook nog gestinkt ook nog. Baby's. Nee, geen baby's. Helaas, spet naar kaas. Oké. Okay. Want die kun je temmen en alles. En dat heb ik gezien bij Paul Sos Jr. Dus ja, super cool. Oh, een rat. Oké, kom hier jij. Jee, ratvlees. Rauwe rat. Dus even kijken, goed, we gaan eens een beetje rondlopen hier. Kijk, ik wil meer huid. Geef mij huid. Huid. Stompbeest. Oké, huid. Zo. 4 huid. Ik benieuwd wat ik daarmee kan doen. Misschien iets van coole schoenen maken of zo. Dat is wel super OP prijs. Even kijken, zullen we dat bos eens ingaan? Ik ben wel benieuwd wat daar is. Ik hoop op iets van een schorpioen of zo. Ik wil graag iets van een huisdier of zo. The fuck ben jij? Lol. Goed, we gaan eens even kijken wat hier in het bos allemaal voor boeiend is. Even kijken. Hallo. Als we maar verder het bos in gaan, kijk, er spawnen nu ook koeien en alles. Dus dat soort dieren spawnen er ook meer. Dus het is over het algemeen best wel een grappige mod eigenlijk. Oké. Okay. Nou, eens even kijken. Yo, dietjes. En sta ik wel op video settings? Ik sta op normal. Oké. Okay. Even kijken, maar je kunt ook al het spawn ratio, kun je allemaal anders doen. Kijk, heb je wasberen bijvoorbeeld, kun je ook slaan, kijk. Kijk, dan gaan ze boos tegen je doen. Oh my god, wat heb ik nou gekregen? Jee, huid of zo. Oh nee, het ligt hier nog. Wat is dit? Fur. The boots with the fur. Yeah, boy. Hertenvlees. Geef mij hertenvlees. Oh, yummy, die basic. Oh, krijg je ook fur van. Oké, okay, leuk. Ik wil hertenvlees. Hertenvlees. Ik wil gekookte hert. Ik wil gekookt hert of zo. Kan ik niet. Vroeger kreeg ik altijd vlees met beesten. Nu niet meer. Oké, lol. Lol. Even kijken, ik zet mijn minimap even aan. Enable zo. Oké. Okay. Oh mijn god, een wild zwijn. Heer door de vos. Ook even slachten. Yeah. Hey, kijk, krijg je een raw pork chop van. Hè? Het is immers een zwijnenbeest. Dus logisch dat je daar zorg van krijgt. Goed, we gaan even verder zoeken. Er zijn ook allemaal katten en alles. En vliegjes dus ook. Oh, dat is best zielig. Oh, je hoort helemaal... Oh, mijn god, klok smerig. Wolfjes. Oh, even kijken, wat hebben we hier nog meer? Hert. Er zou hier ook katten kunnen zijn, maar dat ja. Oh, halleluja. Jij. Ga bij mij mee. Ik heb geen zadel volgens mij, maar... Ik weet hoe je zo'n ding moet maken. Ja, dit is niet de update hoor. Het is gewoon, want wel de makers van mijn creatures hebben samengewerkt met de makers van Minecraft. Ik vind jou lelijk, je stom paard. Je, kijk me nu zo stom aan, je wel als kutbeest. Oh, ostrich. Ik kan ostrich meat krijgen. Yummy. Kom hier jij. Jee, ik eet ostrich vanavond. Yummy. Oh god. Ik moet echt niet zoveel lol meer hebben, denk ik. Een beetje zielig, maar oké. Okay. Die is wel grappig. Dit is een kutbeest. Oh, een geit. Oh mijn god, een tijger. No. You leave those poor animals alone. You hear me, you demon. Oh god, een geit ook nog.
Wacht, ik kan een geit temmen volgens mij. Wat dacht ik wel mee eten? Ik laat hem wel saplings. Oh my god. Hier. Eet saplings. Worden mijn vriend ofzo, of torches. Je kunt zo'n beest temmen, weet ik toevallig. Wat nou, vinden jullie dit niet lekker? Wat dan? Pork chop? Lust jullie dat? Waarom word je mijn vriendje niet? Yo, dude, wat mijn vriend is. Nou, eet een rat maar dan. Eet je ook wel, denk ik, ja. Wat kan ik jou... Wat mijn vriend? Waarom word je mijn vriend niet? Dirt. Eet je dirt. Nee, kan ik niet. Eet je... saplings. Ostrich meat? Eet je dat? Ja. Waarom word je niet van mij? Eet je letter. Dat vind je ook wel lekker zo te zien. Ja, potatoes. Wacht, ik heb nog wiet thuis liggen. Misschien vindt hij dat lekker. I don't know. Ik wil graag zo'n geit hebben, dat is grappig. Oh, dat is een beer. Dat is een beer, help. Het is wel een drukke boel hier, dat is wel grappig. Even kijken, maar ik ga even wat ophalen, want het lijkt me wel leuk om zo'n geit te krijgen. En die ga ik dan Karel de Geit noemen ofzo. Nee, ik moet een leuke naam voor geit hebben ofzo. Ik ga hem Jochem noemen. Ik ga de geit Jochem noemen. Even kijken. Dit vindt hij vast wel lekker. Zo, neem ik dit gewoon allemaal mee. Volgens mij vindt die suiker wel lekker. Ik kan me iets herinneren van King Punch Food. Maar ja, er heeft iets van 5 geit gehad ofzo. Zo'n van Paul Sos Jr. Die speelt met deze mod. Dus ik weet een beetje hoe ik het aan moet pakken. Al die olifanten en slangen hier. Jezus, hé. Het is gewoon echt horror. Op donder. Oh, kijk, wat is dit nou? Oh. Nou, waar hebben we die geitenbeest? Was dat niet hier? Fur? Is mijn geit opgekaand of zo? Holy fuck, kijk allemaal op dingen hier. Is mijn geit opgekaand? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Slijmbolletje heb ik nodig, geef mij. Is mijn geit... Nou ja, dan een kleine geit dan maar. Oké, vind je suiker lekker? Volgens mij wel. Of weed of zo. Wanneer word je van mij? Eat. Grow. Wow, dat beest is bodemloos. Zit jij nou maar stom aan te kijken dan? Ik wil goed die geit hebben. Nee, niet beschep. Oké. Okay. Wanneer word je nou van mij dan? Eet. Muncha. Op een gegeven moment hoort zo'n beest van jou te worden. Hallo? Ja, sugar dan ofzo. Oké, hang on. Ik ga het even opzoeken op Google, hoor. How to tame a goat in Minecraft? Oh, wacht. Kan die monitor wel uit? Minecraft more creatures. More creatures mod. How to tame a goat. Dat moet wel uitkomen, denk ik. How do you tame goats in Minecraft? Oh, wiki. Minecraft wiki. Dat is handig. Even kijken. How do you tame goats in Minecraft more creatures? Wat de? Dit is niets. Wat ik moet hebben. More creatures. Oké. Okay. Hier moet wel wat staan, denk ik. Hang on. Goats.
And eating any loose item, they will follow you. If you are holding anything eatable, female goats can be milked, and male goats will fight almost themselves. Or if goats can be led on ropes, they will also follow. If you are holding wheat, whatever, if you're near to the goat, even your diamonds. Oh my god, do not die near a goat. Okay, elephants and mammoths. Elephants spawn in desert, mammoths spawn on... Elephants drop hide. A calf elephant can be tamed by giving it 10 sugar lumps or 5 cakes. Oké dan, wel. Jij moet dus... iets... Waarmee kon ik jou nou temmen dan? Weed, denk ik. Heb je nog meer weed nodig? Oké, dan ga ik nog meer weed halen. Wel, grappig. Kunnen wij misschien iets van een olifant krijgen of zo vandaag? Kijk, ik heb al of die baby-olifantjes. Oh, dat is wel leuk. Dat ik zo'n olifant-ding maak. Oh, dat is wel grappig. Even kijken. Oké, goed. Nou, wat heb ik dan nog? Dan heb ik nog wat sugar. Dan heb ik nog. Ja, weed. Oké, sugarcane heb ik niet meer. Oké. Moet ik wel even wat sugarcane gaan halen. Even kijken. Nou, sugarcane niet genoeg. Oké. Maar dan gaan we maar eens proberen om zo'n geit even te temmen. Want wel lijkt me wel leuk om zo'n geit te hebben. 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Oké, dat is dan voor baby olifant. En dat is dit voor de geit. Het is zo droog, want ik had gewoon in de planning om vandaag dat NPC-village af te maken. Ha, nee. Dat eet me doet. We gaan gewoon 2 huisdieren krijgen. Of nou ja, hopelijk 1. Ik vertrouw jou niet. Ha, ja. Zorg, mijn kutbeer ook altijd zo. Oh, nee. Ja, heel leuk en aardig. Oké, waar is mijn geit? Geitje, waar ben je? Als mijn geit dood is. Serieus. Is mijn geit... Fuck. Volgens mij is mijn geit dood. Nee! Ik wil mijn geit Jochem noemen. Nee! Ja, nee! Mijn geit! What the fuck zijn dit nou weer dan? Droppen jullie iets? Ja, wat ik speel, daar heb ik niks aan. Ik wil mijn... Geit, of nou dan niet, gauw achter die olifant, dat wordt toch al donker. Olly, oh god, dan moet ik wel eens iets van een touw maken, hè. Oh, kut, sorry. Want ik moet zo'n touw maken, want anders kan ik die olifant niet meer naar huis nemen. Good thinking, Ronald. Ik hoor op een geitje. Jokker, weg. Wat een druk boel, je konijnen. Oh, oké. Okay. Yeah, waarloze pokkenbeer, oké. Okay. Thanks voor de hide. Ik ga maar slapen. Gaan we de volgende ochtend maar even zo'n olifantje temmen. Wauw. Ik had echt serieus gehoopt. Oh my god, een scorpion. Ik wil een scorpion temmen. Heb je baby's op je rug? Nee. Auw. Denk jij wel niet. Kutbeest. En dan weet je wat, we gaan zo'n olifant s'nachts stemmen, dat is ook wel grappig. Even kijken, store, hebben we nu niks aan, store. Oké, wel. Dit, hoe craft je zo'n rope? Nee, ik moet gewoon, oké, string, oké. Heb ik nog? Ik heb niet genoeg. Kut. Domme. Nou, is maar een spiderjacht dan. Kijk, ik kan denk ik beter even een... Ja, eindelijk ook ben ik kapot. Oké, dan hou ik deze wel bij me, maar... Alleen voor spoedgevallen. Oké, wel op zoek naar... Kijk naar die struisvogel, die stopt zijn kop in het zand. Drop jij iets? Nee, het dropt helemaal niks. Baby scorpions kun je temmen. Mogen de geest helpen. Donder op jij. Oh my god. Nog een geest. Drop een redstone. Oh my god, baby schorpioen. Cool. Huh? Zo wordt de baby's toch daar. Wauw. Oké, wel. Wikipedia. Let's go. Turtle goats.
rabbits, turkeys, ostriches, birds, horses, elephants, small fish, dolphins, snails, ostriches, turkeys, insects, birds, horses, mantis, turtle, goat, ducks, deer, mask, Komodo dragons, neutral mobs, bear, crocodile, snake, wild fox, jellyfish, aggressive mobs, sharks, big cats, hell rats, scorpions. There are far less scorpion. Blindness. F scorpion. Behave like spiders. You two of gays. Rarely you encounter a mother scorpion. When the mother is killed, the babies fall to the ground and run around. If killed, baby scorpions drop string. You can pick up babies. Empty hand and naming window will pop up. Yay! Oké, dus ik moet ook even een babymoeder scorpion ding vinden. En ik moet spin hebben, want ik moet string hebben voor mijn olifant. Dus ja, wordt een leuke lange episode jongens vandaag. GG! Oh my god, dat is een skeleton horse. Kan ik die niet... Hoe kan ik een skeleton horse... Echt zo stom dit. Werewolf, golem, ogers... Nee, ik wil gewoon mijn horse. Horse, do not attack, but they can still hurt you. They will kick off. That's bad horse. Ik moet zo'n ding kunnen temmen. Ik heb thuis wel zadels. Hey, stop ding. Hoe kan ik jou temmen? Eens even kijken, goed. On that fire. Oh, dus niet. Moet je van een ei hebben of zo? Sterf jij, stom ding. Oké, dat is een skeleton. Is dat een. Dat is een schorpioen, ja? Dat zie ik ook wel. Ja, jullie gaan. Allebei maar eens even dood. Oké, GG zo. Eén boog, oké. En ik draag geen baby's. Dat is mooi kut. Even kijken. Oh my god, 3 werewolf. Oké, dit wordt leuk. Drop zo zwaar alsjeblieft. Nee, oké. Oké, wat is dat nou? Zombie paard. Die kun je ook in de updates tegenkomen straks. Oké, cave ogre. Allemaal ogers. Hier heb ik denk ik dit ding voor nodig. Hiya! Stay back, Satan's minions. Oh mijn god, bezig en dat gaat ook nog. Oh nee. Bad. No. Holy fuck, man. Holy fuck. Hiya! Nee, lief. De donut out of this. Ik heb geen ruzie met jullie. Ik heb eigenlijk wel, maar oké. Staff, Satan's minions! De fuck man! Dit is met een diamond sword. Wow, die ding is een beetje OP sterk hier zo. Golden apple, dankjewel. Yes. Kom maar, puppy. Kom dan, hè. Oh, you like it. Oh, you like it a lot. Thank you, die. Oké, wow. Met een iron armor ben ik een kadoetski doe dat. Oké, wel. Ik ga gewoon. Oh my god, baby scorpion. Waarom zijn er geen baby's? Stel er nog wel vragen. En wat ben jij voor ding? Wat de fuck doe jij nou? Huh? Wat zijn we hier? Nou ja, zeg. Leer eens even, oh my god. Leer eens even manieren hebben jij. My god. Oké, daar hebben we nog een werewolf en een fire ogre. Dus daar wil ik niet heen. Wat hebben we daar? Oké, ook nog een zooi. Het enige wat ik wil is gewoon een scorpion of zo. Jezus. Ga dood. Ik heb gewoon een baby scorpion nodig. Of spiders of zo. Oké, daar hebben we scorpions in een van de black horse ding. Nee, oké. Okay. Hier is ook baby's. Drop de baby's. Ja, halleluja. Dan moet ik even dit grub dood maken hier. Oké,
Jij wordt van mij. Jee! Oké, hoe noemen we hem? Hoe zullen we de schorpioen noemen, jongens? Even kijken. Paul Sors Jr. noemt hem Artie en Barty. Ja, Piet is ook weer echt zo'n naam. Nee, gewoon even een leuke naam. Schorpie! Schorpie. Of wat Griek zei. Schorpie. Jee, Schorpie. Kom maar mee, Schorpie. Jij mag naar mijn huis. Kom maar, Schorpie. Ja, jij mag wel in mijn huisje. Hoi, Schorpie, wil je in mijn huisje? Hoi, Schorpie, wil graag in mijn huisje. Oké, dan moet ik hier overheen. Oh, kut, sorry. Huh? Nee, oh my god, heb ik nog zo'n zwaar. Kutgeest. Oké, dan, die gaan we het krijgen. Diamondsword. En de fik door die klote poepgeest. Ik ga dood, jezus. Wat doe ik? Oké. Schorpie. Inside plat. Schorpie, wat doe je? Ik moet Schorpie ergens in dumpen, maar ik weet niet waar. Nee, 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 nee. Holy fuck. Ga maar helen. Ja, dan gaat hij weer helen, hè, daardoor. Kijk. Ik moet een plekje voor jou verzinnen, Schorpie. Waar jij heen kunt. Oh my god. Wat is een goede plek voor Schorpie, jongens? I don't know. Wacht, hier binnen. Ja, hier binnen is eigenlijk wel goed, ja. Alleen, Oké, wat nu weer? Jezus. In de naam van Jezus Christof. Goed zo. Nou, Schorpie, kom maar. Hè? Moet je gewoon ergens veilig naartoe brengen. Zo, is dit prima? Vindt Schorpie dit een goed huis? Betwijfel het, maar het gaat nu niet om. Verdorie. Oké, zo. Nou, Schorpie die woont daar. Helemaal prima. Nou, nou moeten we nog even op spiderjacht. Want wel, dat moet gewoon. Even kijken. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Fijn, drop maar weer geen string. Ik wil ook... Jee, dikke emu. Oké, zo. Dat ga gooien met dat zat de hele dag. Midden klaar mee. Oké, Dat is 3 stringen. Ik heb er 5 nodig. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Daar wil ik absoluut niet langs. Is het een soul? Oh, hi. Drop string, please. Nee, 1, 2, 3 heb ik maar. Dat pakken ding ook altijd. Oh mijn god, creepers. Oh, fantastisch. Dan hebben we nog zo'n emu hier. Een scorpion sting, oké. Oh, wauw. Oké, dat is wel epic. Open the fire. Yay, burn, bitch. Kan ik hem niet bereiden? Nee, dat kan ik helaas. Pindakaas niet, oké. Burn in hell, jij emu. Oké, ik heb de 5, GG. Oké, ik moet ook een nieuw diamond sword hebben. Dus het is wel handig dat ik dat ene ding heb meegenomen. Oké, terug naar huis. Slapen. Volgende episode gaan we een olifantje pakken. Mijn god. The fuck. Zijn wilwolven zitten te ver. Kom, hè. Ja, op donder. Dat dacht ik ook. Anti. Oh my god. Geesten en alles. Help. Helpie, helpie. Helpie, helpie, helpie. Oké. Jezus, nou zo'n geest die buiten. Oh, hoerig geweldig. Zo, eerst maar eens gaan slapen. Zo, tjonge, jonge, 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 jonge. Wat een aflevering. Goed. Weet je wat, jongens? Bedankt voor het kijken. En ik ga even bij Schorpie kijken. Hé, Schorpie. Wat wil jij ook weer? Oh, jij gaat alleen maar onzin. Zo, gaan we lekker hele Schorpie. Oké, ik weet dat ik jou kan breiden, maar daarvoor moet ik eerst helemaal terug naar huis. Moet ik zadel halen, dan moet ik een iron eronder plaatsen en dan kan ik jou gaan breiden. Dat lijkt me echt super cool om te doen. Dus weet je wat, jongens, in de volgende episode gaan we... Oh mijn god, je groeit. Terug naar huis of zo. Gaan we dan een nodige rotzooi meenemen. Want wel, ik heb ook een nieuwe diamond sword. Ik heb alles nieuw nodig. En...
Wel, dan gaan we eens even kijken wat we daarna kunnen doen. Want ik wil eigenlijk wel een olifantje hebben. Maar dat kunnen we dan in die episode erop wel doen. Dus ja, we zien wel wat we gaan doen. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik vind deze mods echt gewoon enorm grappig. Wil je ook alle mods hebben die ik nu heb? Moet je even onder in de reacties kijken. Daar staan ze allemaal met een downloadlink. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later met ze.